Een aantal personen dat gewerkt heeft tijdens de verkiezingen is ontevreden over het uitbetaalde bedrag. Ze zijn van mening dat ze minder hebben ontvangen dan wat hun was afgesproken. Minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken zegt dat dit kan komen door een verkeerde administratie, ontbrekende betaallijsten of mondelinge afspraken die zijn gemaakt met de vorige regering. De bewindsman zegt dat er een bedrag van 50 miljoen SRD is uitgetrokken voor de betaling van deze 17.000 personen die hebben gewerkt tijdens de verkiezingen. De klachten over de ontevredenheid zal hij onderzoeken. Ik ken de berekening niet. Ik weet alleen maar dat ik moet uitbetalen en dat doe ik gewoon. De mensen gaan het krijgen worden. Ja, we gaan het probleem meenemen, kijken waar het schort. Kijk, nogmaals, ik blijf dat benadrukken. Het gaat om 17.000 mensen die hebben uitgetrokken en zijn een aantal ontevreden. Maar laten we vooral het getal en het bedrag in de gaten houden. En begrijpen dat de human capital belangrijk is voor deze regering. Daarvoor hebben we alle moeite gedaan om ze toch nog dit jaar uit te kunnen betalen. Geen idee wanneer dat kan, wat nog uitbetaald moet worden? Nee, ik weet nog niet eens om hoeveel mensen het gaat. En misschien gaat het om maar 10 mensen, of om 100 mensen, of om 20 mensen. Dus ik moet eerst weten om hoeveel mensen het gaat en om wat voor bedrag het gaat. Ja. Aldus minister Bronto Somaharjo van Binnenlandse Zaken vandaag voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. Hij zegt dat zaken die mis zijn gegaan bij de uitbetaling van mensen die tijdens de verkiezingen hebben gewerkt, onderzocht zullen worden.